what up guys, een nieuwe dag, nieuwe video. Nu, ik heb heel veel altijd zo extra dingen gezegd bij de vorige video. Bij deze video ga ik dat niet doen, een beetje zien hoe jullie dat vinden. Dus laat me weten als je het leuker vindt als ik gewoon dingen kort en krachtig houd, of als je het liefst uitgebreid hebt, zoals in de vorige video's. Nu, we zijn dus de volgende dag, hè. Ik ben jullie dag per dag aan het meenemen, ik ben al een beetje de tel kwijt welke dag het is. Ik vermoed de zesde dag, dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, we zijn dag 6 dus, wat ideaal is. Ik heb even fris om te tonen dat de cijfers niet liegen. Ik ga gewoon ook filteren enkel op deze eerste campagne hier, zodat wij die andere campagnes niet zien. Dus dat doe ik door filter en dan filter by selection. Dan heb ik enkel deze campagne gefilterd. Nu, zoals je kan zien, zie je die 17, dat is dus mijn marge na alle kosten. En dan 1,76, dat is mijn minimale ROAS, dus return on ad spend, wat je hier zo ziet. En zoals we zien, hebben wij dus vandaag ook weer winstgevend, want die zit boven de 1,76. En als we kijken naar overall, dus sinds de start, ja, lifetime gewoon, zien we ook dat die nog altijd boven de 1,76 zit. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat wij... winstgevend zijn sinds de start. Nu, dit is raar. Er staat geen amount spent. Maar vertrouw me, ik heb niks share gedaan met mijn R-account. Oké, that's weird. Maar in ieder geval, ik heb niks share gedaan met mijn R-account. En als je dat toch denkt of wilt geloven, so be it. Maar nu ben ik weer te veel aan het praten. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga het gewoon al zeggen. En dan ga ik het doen. Dan ga ik het doorspoelen en het doen. Want het is zoals ik zeg, ik ga niet tot in detail over alles, maar ik zeg wel echt altijd alles wat ik doe en mijn redenering erachter. Nu, sinds wij eigenlijk dus winstgevend zijn sinds the beginning of time, wat super ideaal is, en wat niet eens eigenlijk ons plan is, want we zijn nu gewoon nog puur aan het testen. We zijn aan het testen en zien van, oké, welke creative werkt het beste, gaan we straks samen doen, welke interesses werken er keigoed, en nadien in de volgende fase gaan we iets hebben van, oké, nu is het tijd om winstgevend te zijn. Maar we hebben gewoon een goed product te pakken. Alles wat we doen, niet alles. Veel wat we doen slikt, veel wat we doen werkt. Dus dat is super, super mooi. We zijn nu ook centjes aan het verdienen, dus minimaal. Maar we zijn in ieder geval geen geld aan het verspillen, dus we kunnen dat gewoon terug herinvesteren. Nu, als je op de achtergrond gewoon een Zoom hoort, mijn andere PC is een video aan het renderen. Dat zal daarmee zijn. Nu, dus dat is één. We gaan dus vandaag weer adsets toevoegen. En misschien zelfs adsets uitzetten. Ik doe dat nu. Hè. Het is nu momenteel 6. 9 na 6. Dus momenteel 9 na 6, zoals je kan zien. Waarom zo vroeg? Ik heb even een video aangedaan. Waarom zo vroeg? Dat is omdat ik straks iets ga doen met een vriendin van vroeger. Dus ja, dan moet ik even ervoor werken in plaats van laat in de avond of vroeg in de ochtend. Nu, laatst dat, dus daarnaast uitzetten en toevoegen, ga vandaag ook een geheel nieuwe campagne maken. Waarom? Ik heb mijn videoguy gevraagd van, hey, kijk, ik heb een goed product te pakken, dus ik wil meer creatives, dus ik wil meer video's of afbeeldingen of whatsoever dat jij gebruikt. En, dus we gaan vandaag een nieuwe campagne maken met dus een nieuwe creative die we erbij gaan toevoegen. Nu, we weten al van deze, we weten het nog niet, we weten al van deze dat het converteert en winstgevend is. Maar zoals jullie weten, in het begin had ik in elke advertentieset twee verschillende advertenties. Dus twee verschillende creatives. En dat kon een video of een foto zijn geweest, een foto en een foto. In mijn geval waren dat twee video's. En het enige wat verschilde bij die twee video's was de thumbnail. Nu, wat heel interessant is, en wat jullie direct gaan zien en wat ik jullie nu ga tonen, is dat de ene het gewoon beter doet dan de andere. Dus we hebben uit die twee hebben we gewoon al een winnaar. Een winnende creative of een creative die beter converteert dan het vorige. Wat ga ik daarmee doen? Ik ga die mee naar de nieuwe campagne dupliceren en die ga ik dan samen toevoegen met die nieuwe creative die dus mijn videomaker heeft gemaakt. En ik ga alle tekst en alles hetzelfde houden. Enkel de video gaat verschillen, dus dat is weer een verschillend thumbnail. En dan ga ik gewoon weer zien van oké, welke video slaagt het beste aan. Als dat bijvoorbeeld die video of de nieuwe video is of de oude video, dan ga ik met die video gewoon puur en alleen verder. En dan weet ik van, oké, we hebben gevonden dat deze video gewoon het beste is. Dus nu gaan we verschillende zinnetjes proberen, dus openingszinnen. En zo ga je gewoon steeds dieper en dieper en dieper en dieper, totdat je echt het ultieme ad creative hebt gemaakt, gevonden. En die ga je dan super hard schalen.
Want wat heel gevaarlijk is, of wat heel belangrijk is, mensen gaan altijd veel te snel met het opschalen en zo, wat zeker niet slecht is. Maar ik hou gewoon echt van een super stevig fundament. Want dat gaat ervoor zorgen, ook al heb ik low days, dat ik nog altijd winstgevend blijf. En zo kan ik met een gerust hart gaan slapen en opstaan, wetende dat ik nooit verlies ga maken, want mijn basis zit supergoed. Dus ja, dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Terwijl als je heel snel opschaalt en zo, dan zit je basis niet helemaal goed. En dan kan het zijn dat je zelf sommige dagen verliezen maakt. Geld verliezen is nooit leuk. So, yeah, you know, that's just my philosophy, my way of thinking. Het eerste wat we gaan doen vandaag is dus sowieso even gaan kijken naar onze advertentiesets. En dan gaan we gewoon een beetje zien wat we gaan moeten uitzetten of niet. Nu, op basis van één dag gaan we dat niet kunnen zien of gaan we dat niet kunnen weten. Ik ga gewoon ook nog een andere filter toevoegen om al deze inactieve advertentiesets, dus die we uit hebben gezet, weg te filteren. Dat gaat gewoon net voor iets meer overzicht zorgen. Dus active en pending, ik heb al een filter daarvoor gemaakt. Nu, als je dat niet kan of als je niet weet hoe, ga ik wel eigenlijk net zeggen, kijk naar mijn vorige video's. Maar ik ga het gewoon rap doen. Dat is hier filters, ad set delivery, active. En dan filters, ad set delivery, pending. Dus als pending is degene die jij eigenlijk hebt ingepland. En dan zo ga je die filter opslaan. En dat heb ik dus hier gedaan, active plus pending. Dus nu zijn al degenen die uitstaan, die ik uit heb gezet, uit. En al diegenen die nog lopen, zie ik hier. En zoals je ziet zijn er in totaal 46. Hè? Dus je moet je beseffen, we hebben nu 46 adsets die aan 5 euro per dag lopen. Wat kind of stevig is. Facebook zegt dat we een conversie hebben van 367,30. Wat al een ROAS is van 2,34. Dus eigenlijk supergoed. Allee, goed. Niet super goed, want we gaan later, ga je nog zien, we gaan proberen een ROAS te hanteren van 3,5 of 4. Maar gewoon zeker goed in de testfase. Maar zoals je in werkelijkheid kan zien, is onze omzet 427,20. Ik ga even frissen, gaat al zo. Ja, en als je dan ook goed kan volgen, zie je dat we deze week, hè, want we zijn deze week begonnen, aan 63k, dus 1630 euro in omzet hebben gedaan. Wat zeker ook een supergoede achievement is, dames en heren. So, you know, that's good. Dus ja, wat gaan we eerst doen? We kunnen natuurlijk geen beslissingen maken op basis van één dag. Of toch nog nu niet in de beginfase. Dus ik ga, aangezien we toch nog maar 6 dagen bezig zijn, ga ik gewoon sinds het begin der tijden tot nu kijken van, oké, hoe zit dit allemaal in elkaar? En wat ga ik uitzetten en wat ga ik niet uitzetten? De 29e waren we begonnen, dacht ik. Dubbel check, ja. 29e waren we begonnen. Top. Ga ik een beetje rap overgaan. Ja, om even gewoon terug te gaan naar de vorige campagne. ROAS was 1,76. Dus daar gaan we een beetje op letten. Hier heel mooi, alles zit erboven. Boven. Supergoed. Ook al is onze kost per unieke aankoop 14,16. We zien dat onze ROAS supergoed is. Want dat kan zijn dat misschien iemand 1 of 2 of zelfs 3 producten in één keer heeft gekocht. Dus het is heel belangrijk om niet eigenlijk alleen je advertentiesets uit te zetten op basis van je marge, wat eigenlijk bij ons feitelijk 17 is. Maar ik ben daar heel streng in. Ik heb dus 15 gekozen voor de gemakkelijkheid. Maar vooral naar je ROAS, je return on ad spend, omdat dat toch net iets belangrijker is. Want stel je voor, onze marge zou effectief 15 euro zijn geweest, zou je deze al hebben eigenlijk kunnen uitzetten, omdat je het ervan is niet winstgevend. Maar als je dan kijkt naar je ROAS, return on ad spend, zie je van, jawel, die is wel winstgevend, die heeft geld opgeleverd. Dus, you know, all good. Hè? Zeker hier, kost het van aankopen. Ik ben zelfs vergeten wat mijn ROAS alweer was. Maar goed. Hier bijvoorbeeld veganisme, die interesse. En ja, ik snap ook niet waarom mensen altijd hun interesses verbergen. Heb ik al aangehaald. Zie je, die ROAS is lager dan die 1,76. Ja, ik denk zoiets. We gaan gewoon 1,76 gebruiken. Ik denk dat het wel correct is. En dan gaan we kijken van, oké, waarom of hoe. Dan zie je van, oké, die zit al aan 30 euro spend. Dus dat is, bijna 30 euro uitgegeven. Dus dat is feitelijk 2 keer onze marge. En we hebben die laten doorlopen naar die tweede marge, omdat die in de eerste cyclus, waarover ik het vorige keer had, die had het overleefd. De tweede cyclus heeft die niet overleefd. En ja, ik ga het niet voor nog 2 eurotjes laten lopen, omdat ja, dat gaat niet heel veel verschil maken. Kan zijn dat die nog een sale haalt, maar alsnog, gaat die niet super winstgevend zijn, en we hebben er anderen die super winstgevend zijn, gaan we geen emotie tonen. Numbers don't lie. Dus we gaan die interesse gewoon uitzetten. Bingo, klaar is Kees. Veganism, uit. Tadaa! Oké, die interesse is uit, die is weg.
Nou ja, gewoon verder. Hè. We zien voor de rest alles boven die 1 punt zoveel. Dus alles met een sale hier, al die advertentiesets, en dat is al een hele hoop, zijn tot op dit moment van spreken winstgevend. Dus we hebben 20 advertentiesets sinds de start die super winstgevend zijn. Alleen 19 om exact te zijn. Maar dat is super goed. Nu, we gaan verder kijken. Hè. We zien, ja, sinds de start heeft maar 3 euro en zo uitgegeven. Wilt waarschijnlijk gewoon zeggen dat we die pas gisteren hebben aangemaakt. Hè, want die zitten nog in de beginfase. Daar gaan we niks mee doen. Die gaan we gewoon laten lopen. Deze zijn hier ook allemaal. Die zitten nog niet aan onze marge. Die gaan we ook gewoon laten lopen. En deze zijn dan weer heel belangrijk. Want zoals je kan zien, die gaan bijna onze marge naderen van 15 euro. Of de marge die wij zelf voor onszelf hebben opgesteld. En die hebben nog geen aankopen. Een enkele van hun met checkouts initiëren en zo. Maar die hebben geen aankopen. Dus wat gaat er eigenlijk gebeuren? Aangezien ik toch iets heb van, you know, 2 euro in 2 euro, dat kunnen nog 4, 5 personen zijn. In ideale omstandigheden 6, 7, 8 of zelfs 9 of 10 personen zijn die nog een website bezoeken. Als er één daarvan aankoopt, dan laat ik die verder gaan naar de tweede cyclus. Als er geen vorm enkele aankoopt, dan zet ik die uit. Nu, aangezien ik die dus nog tijd wil geven, omdat het redelijk vroeg is in e-com wereld. Het is 5:45, dus mensen zijn nu aan het eten of net thuis of whatsoever. En straks gaan ze de advertenties zien, straks gaan ze misschien nog kopen. Ga ik deze gewoon aan laten staan. En straks rond 1 uur of 10, hè, dat is, vaak manage ik dan mijn dingen en vaak is het dan ook veel dichter bij de ultieme marge, bij de complete marge. Ga ik met mijn mobiel, want er is uiteraard een Facebook advertentie app genaamd Ads voor iOS en waarschijnlijk ook App Store. Oeps, mijn batterij is bijna plat van mijn PC, dus ik ga even lader zoeken. BRB, waarschijnlijk ga je dat op pauze zetten. Of nee, ik ga dat niet op pauze zetten. Dan zie je ook gewoon alles real is. Ik ben ook een mens. Got it, back. Oké. In de lader, heel belangrijk. Bingo. Dus ja, deze ga ik subiet gewoon, als ik op het terrasje zit, want we gaan iets gaan eten. Hopelijk ook iets drinken. Het is een tijdje geleden, het is zaterdag. Even genieten. Als ik dus gewoon op het terras zit, dan ga ik waarschijnlijk iets hebben van, hey, lieve meid, ik moet even naar het toilet. En dan op het toilet ga ik kijken van, oké, uit. Zoals je ziet, het zijn er 7 in totaal. Echt totaal niet heel veel werk. So, that's basically that. Wat ik wel nu ga doen is, we hebben dus uitgezet wat we moeten uitzetten. De rest moeten we aanlaten, want ja, die zijn nog niet op hun cyclus. Op hun eerste cyclus, deze bijna wel, heb ik net uitgelegd wanneer ik die ga uitzetten. Dus we gaan gewoon terug naar vandaag. Unieke aankopen. Goeie, ja, maakt niet uit. Unieke aankopen, ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 advertentiesets weer. Die gaan we dus ook gewoon op de manier dat ik altijd heb getoond gaan kopiëren. Nu, wat ga ik vandaag doen? Aangezien we een heel nieuwe campagne gaan maken en we weten nog niet of die heel goed gaat converteren of whatsoever. En die nieuwe campagne, ik ga denk ik hoogstwaarschijnlijk 15 advertentiesets gebruiken. Dus dat is ook al een hele pak 5 euro's die erbij komen, zonder dat we weten of die winstgevend gaan zijn of niet, ga ik vandaag iets rustiger gaan in deze campagne. En met iets rustiger bedoel ik, ik ga gewoon al die 8 selecteren en ik ga die dupliceren, maar gewoon 1 keer. Dus ik ga duplicate duwen en dan duw ik gewoon 1 keer duplicate en dan dupliceer ik. Ta-da-ta-da-ta-da. Ik weet niet waarom ik van die geluidjes maak, vergeef me alsjeblieft. Laat dan. Ja, oké. So, allereerst wat we gaan doen, uiteraard is weer op de volgende dag, dan laten starten. We laten gewoon die 5 euro en dan het enige wat we gaan doen is aanpassen natuurlijk met die suggestiesknop. Ik ga deze gewoon eruit laten, want ja, denk dat je tegen nu wel al door hebt hoe het werkt, wat ik doe. Gewoon letterlijk suggesties, kijk of ik die interesse heb gebruikt en let it run. Zo ja, ik ga even op pauze zetten en ik ga terugkomen als ik het heb voltooid. Alrighty, dus nu hebben we allemaal de interesses veranderd. Ik heb ze allemaal natuurlijk in bulk aangeduid. Dus als we één keer op publiceren duwen, dat die worden gepubliceerd voor de volgende dag, voor morgen. En wat ik hier tussen in de tussentijd even wil zeggen is, we zijn nog aan het testen. We zijn super agressief aan het testen, daar hou ik van. En we zijn dus nog niet aan het focussen op onze winstmaximalisatie. Wat ook sowieso, wat gaat gebeuren, wat moet gebeuren.
Maar momenteel zijn we dus een beetje data aan het kopen. We zijn winstgevend ook, dus dat is super goed. Onze conversie is momenteel 3%. Dus beeld je in als we met vergelijkbare doelgroepen beginnen, met retargeting, met e-mail marketing, echt alles op plaats te zetten. Dan gaat die 3% naar 6-7% hopelijk schieten. In het ideaal geval 8%. En dat is natuurlijk ideaal. En zeker dan als we onze average order value omhoog krijgen met upsells of dat soort zaken. Zitten we echt gewoon goed als gegoten. Bingo. Dus ja, 3% en zo is goed, 2% en zo. We zitten wel aan de lage kant, vind ik persoonlijk. Maar vanaf het moment, als je 3% hebt in de testfase, super goed. Als je dan optimaliseert voor winst en al en alles in place hebt, dan zou je al meer naar de 8% moeten gaan leunen. Of ja, 6,5-7% is goed, heel goed. En als je dan super agressief aan het schalen bent, gaat het waarschijnlijk terugzakken naar tussen de 3-4%, wat nog altijd wel goed is. Maar gewoon op het punt dat je alles aan het maximaliseren bent, moet je er wel echt voor zorgen dat je een heel hoge conversie hebt, zodat als je gewoon weer roekeloos verticaal gaat opschalen, wat ik ga tonen, denk ik. Ik weet het nog niet zo goed allemaal waar ik hiermee naartoe wil. Maar dan wil je natuurlijk dat alles gewoon in place zit en goed zit. Dus nu hebben we al één ding gedaan vandaag. Weer eens even met 3-5 minuutjes gekocht. Gekost. Niet gekocht, gekost. Excuses. Dat is pretty. Nu, het volgende wat we gaan doen, is we gaan kijken naar welke creative goed is en welke creative wij dus gaan kopiëren naar onze nieuwe campagne met onze nieuwe creative die we hebben gemaakt. Waarom is een nieuwe creative zo belangrijk? Heel simpel, heel eenvoudig. Als producten doodgaan, zo heet dat in de dropshipping-wereld. Het is niet e-com, maar dropshipping echt. Ja, nee, dropshipping is e-com, maar ik wil gewoon een onderscheid maken, want ik heb brands en daarvoor heb ik andere dingen en andere modules en andere gedachtegangen en zo. En ik heb ook echt dropshipping, wat ik hier aan het doen ben. Dus ja, we halen die twee dingen niet door elkaar, want het werkt een beetje anders bij mij dan persoonlijk. Wat dus belangrijk is, hè, dus als dat product sterft of doodgaat, zoals wij, zoals wij dropshippers zeggen, is dat heel vaak te wijten aan ad fatigue, of je hebt gewoon echt ontzettend grote bedragen al met dat product gedaan. En heel veel mensen hebben het en mensen hebben het niet opnieuw nodig. Nu, ik verkoop heel graag producten altijd die mensen gewoon nog eens kunnen gebruiken en hergebruiken en herkopen en dit en dat. Omdat je dan ziet, zoals ik zeg, dat mijn producten leven vaak 6 maanden tot een jaar tijd. Dat is ook gewoon omdat ik niet heel roekeloos en agressief opschaal in dropshipping. Maakt niet uit. Ik ben weer aan het helemaal mompelen en treuzelen. Maar dan ligt dat aan dus de creative die al veel te veel gezien is. En wat kan er gebeuren, en ook veel van mijn studenten kunnen dat beamen, is dan test gewoon nieuwe creatives. Gewoon helemaal van nul starten. Hè. Weer 10 advertentiesets met 5 euro. Of als je het budget hebt, 15 advertentiesets met 5 euro. En zo gewoon weer testen. En dan ga je zien opeens dat alles weer werkt en dat converteert. En dan kan je gewoon heel het proces van 0 tot weer 100 herhalen met een nieuwe creative. En dat is heel mooi, dat is heel krachtig, heel belangrijk ook. Zeker ook als je gewoon snelle levertijden hebt. Zoals ik zeg, bij mij zijn die tussen de 5 en 6 dagen naar België en Nederland. Dus dan krijg je ook minder klachten van klanten. Hey, en mijn product duurt veel te lang. Want al die oldschool dropshippers, die momenteel nog 15, 16 dagen of zelfs 30 dagen levertijden hebben. Ik kan daar gewoon niks op zeggen. You do you, I do me, I don't judge. Simpel. Nu, we gaan dus gewoon kijken om even weer in het R-account te duiken. Huh? Omdat ik deze liever iets korter wil houden. We gaan kijken naar welke creative er beter performt in het algemeen. Dus we gaan niet kijken enkel op vandaag. We gaan kijken sinds de start. Dat is de 29e. Ik heb dat vaak genoeg bewezen, vaak genoeg getoond. Dus ik ga gewoon alle advertenties aanduiden. Die dus nog actief zijn. Die we hebben toegevoegd. Ja, maar die we hebben toegevoegd gaan natuurlijk geen resultaten tonen. Dus ik heb alle advertentiesets aangeduid. Morgen lopen er 53 in totaal als we niks meer moeten uitzetten. Ik ga dan naar advertentieniveau. Dat is hier het derde vakje. Kan zijn dat bij u heel deze frame er iets anders uitziet. Maar het zal altijd wel het derde vakje zijn. Advertenties heet het gewoon. Dan het eerste wat ik altijd doe is, ik ga naar CTR. Ik heb hier all, dus click-through rate. En dan ga ik altijd kijken naar mijn top 5. En wie er wint in de top 5. Dus hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier is mijn laatste sectie. Video 1, dat is 1 punt. Video 1, dat is 2 punt. Video 2, 2-1. En dan hier nog eens 2 keer. Dus het is 4-1 voor video 1. Video 1 gaan we dus nu hergebruiken. Ook al zien we dat video 2 conversies heeft en de andere niet. Nu, ik kijk dieper. Ik zie, deze is niet representatief eigenlijk. Deze heeft nog maar net
gespend of net uitgegeven. Dus logisch dat die CTR iets hoger is. Dus we gaan dat her opnieuw doen. Dus hij heeft 7 euro gespend. Staat daar, heel mooi. 2 euro gespend, dat is weer video 2. Hier, dat is weer video 2. Ja, dat is al 3 tegen 2 sowieso. Ja, hier zien we nog eens. Alleen nee, hier zien we video 1 dan weer. Dus het is 3-1 eigenlijk. Maar dan als we hier gaan kijken, zie je weer video 2. Dus het is 4-1. Ik hoop dat je mee bent. Zo niet, spoel even terug. Ik denk soms net iets te snel en heb dan niet altijd door. Niet te snel. Chaotisch. Want als ik te snel... Ja, maar nee. Chaotisch. Chaotisch. Dat was mijn lievelingswoord. Chaos. Just so you know, tussendoor. Nu, CTR, video 2 heeft gewonnen. Dan ga ik sorteren op unieke aankopen. Dus dat is gewoon door daar letterlijk op te klikken. Dan ga ik zien wat staat hier eerst. Video 2, dus dat is 1 punt. 2 punt. Oh, gelijk spel. 2-2. En dan zie ik weer video 2. Dus dat betekent dat het 3-2 is. Dus video 2 heeft ook deze ronde gewonnen. Dus die staat op voorsprong. Unieke aankopen is ideaal. Dan doe ik ROAS. ROAS zie ik dan, oké, eerst is video 1. Ja, dat is ook omdat hij net heeft gespend, maar maakt niet uit. Het is vrij duidelijk, want als we kijken naar 2, 3, 4 en 5, is het weer video 2. Dus dat gaat wel, denk ik, zeggen in het algemeen dat onze video 2 gewoon beter gaat zijn. Want als we kijken ook, ja, Bros, conversion value, is video 2 hier weer de winnaar. Gaat video 2 hier ook weer de winnaar zijn. Nu, waarom heb ik dat gekeken? Dus nu weet ik van, ik moet verder met video 2. Want video 2 is hetgene dat het beste is in... Praktisch alles dat we hebben gecheckt, ja, in alles. Dus CTR, ROAS, unieke aankopen, dit en dat. Dus die video 2 ga ik sowieso meenemen naar mijn nieuwe campagne. Ik ga daar niets aan aanpassen. En die nieuwe creative, of die tweede creative, die ik dus net van mijn videoguide heb gekregen, die ga ik daar dan ook aan toevoegen, zodat ik weer 2 verschillende advertenties heb, die ik dus test in die nieuwe campagne. En dan ga ik daar weer uitmaken welke de beste is. En na dus ja, de tweede ronde, in de derde ronde, hou ik enkel en alleen de winnende creative over. Maar ja, dat is pas voor een andere fase. Nu gaan we pas naar de tweede ronde. Video 2 heeft het gehaald. Video 1 is de loser. Video 2 gaat samen met de nieuwe creative competen. Nu, hoe gaan we dat fair maken? Het is zoals ik in het begin aanhaalde. De tekst, alles ga ik hetzelfde houden. Enig verschil is de video. En dan ga ik gewoon weer kijken welke video het beste doet. En gewoon ja, dan weer deze proces opnieuw beginnen. Vanaf het moment dat ik weet van, oké, deze video uit de 3 is het beste, dan ga ik daar weer met thumbnails gaan splittesten. Ga ik daar weer met die eerste zin en zo gaan splittesten. En zo komen we weer gewoon tot een ultieme creative, zodat we gewoon supergoed, superzeker de lucht in kunnen opschalen. That's a really good thing. Dan ben ik weer te veel aan het praten. Dus wat gaat er nu gebeuren? Ik ga gewoon weer een nieuwe campagne maken met... 15 advertentiesets. Ik ga dan niet helemaal filmen, dus ik ga dat eventjes doen. En dan op het einde ga ik tonen hoe het er staat. En wat video 2 en video 3 dan eigenlijk erin zitten en zo. Waarom ga ik dat niet tonen? Ik heb al een video gemaakt van hoe maak je een testcampagne hier op YouTube, gratis. Dat is algemeen. Zit je in de cursus, zit je in de module zelf, dan kan je ook de stap-voor-stap video zien. En dan zie je ook hoe dat moet allemaal met die post-ID en dit en dat. Nu, dat gezegd zijnde, ik ga eventjes die campagne maken. En ik ga dan terugkomen als die gemaakt is. Want dat gaat dan ook gewoon het einde van de video moeten zijn. Zo, ik ga even weer pauzeren en I see you in a bit. Allee, voor u direct, voor mij 5 minuutjes. Oké. Wacht, ik ga even dubbelchecken. Is het aan het opnemen? Ja, ik denk dat het aan het opnemen is. Ik hoop dat het aan het opnemen is, want ik heb echt geen zin om deze opnieuw te doen. Loom, oké, crossed fingers. Normaal moet ik goede karma hebben vandaag, want ik heb goede dingen gedaan. Maar anyways, ik hoop dat het in ieder geval aan het opnemen is. Wat ik wou zeggen over deze tweede campagne, hè, die we dus gaan maken met die nieuwe creative van onze video guy die heeft gemaakt. Ik ga even naar campagne niveau. Zoals je ziet, deze naam ga ik wel gewoon exposen. Zie je split test phase 2. Dus dat betekent dat deze split test fase 2. Ik splittest niet echt heel veel dingen, maar ik vind het wel belangrijk om altijd video's, een beetje thumbnails en wat ik kan splittesten, dat gewoon on top of my head is te doen. Maar waarom dat ik nu al teruggrijp, vooraleer ik die 15 advertentiesets heb gemaakt, is ja, de cursisten zullen het weten, maar gewoon, ik heb dus 1 interesse helemaal perfect gedaan met die post-ID. Zoals je kan zien, zie je video 2 en video 3 al. Dus hier staat alles klaar. Ik heb die ook ingesteld voor morgen. En nu ga ik deze dupliceren 14 keer, zodat we er in totaal weer 15 hebben. Gewoon deze huidige campagne. En dan ga ik interesses kiezen. Nu, wat is er heel belangrijk daarbij? Er is een nieuwe campagne. Er steekt een nieuwe video tussen.
En je mag me tegenspreken en dit en dat. En het kan zijn dat je tegen jezelf compete, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ik ben echt niet bang en echt niet vies om zelf de interesses te gebruiken. Want tegen u, zoals je al hebt gezien, ik gebruik heel grote interesses. 1 miljoen, 7 miljoen, 3 miljoen, 6 miljoen, et cetera, et cetera. Dus de overlap die er in deze fase zou kunnen zijn, is klein. Mogelijk, maar klein. Dus daarmee dat ik scheid... Nee, mag ik dat zeggen op YouTube? Anyhow, dat ik daar niet echt veel aandacht aan schenk. Dus stel je voor, je gaat hier een interesse, beauty of sushi of eten of gewoon een interesse gebruiken die je in de andere campagne hebt gebruikt. No problem. Gewoon doen. Steek de nieuwe creative tussen. Dus nu ga ik deze eventjes 15 keer kopiëren en dan interesses aanpassen. Ik ga dat ook op pauze zetten, zodat de video gewoon wat kort is. Maar aangezien jullie de eerste en tweede video hebben gezien, zouden jullie wel weten hoe dat tegen nu al moet. Sorry, dat is even mis. So ja, even pauze. Even die 14 andere interesses maken. And I'll be back. Oké. Ik ga het stopzetten. wat is er nu gaande? Sorry, ik ben een groot fan van 50 Cent. Wat is er nu gaande? Ik heb dus die alle 15 klaargezet. Zoals je kan zien, bro. Ik kon niet laten om even gewoon pineapple, ananas en banana en pumpkin en zo toe te voegen. Because I was like, you know, why not? Just try it out. Het is zoals je weer ziet, hè, ik test echt heel verschillende hoeken, want wat heeft bananen te maken met bankieren, met mijn gezondheid en wellness? Oké, dat heeft misschien wel te maken met bananen, maar dan feminisme en vakantie en vrolijkheid en nursery, snap je? They don't collide. Maar ga eventjes zo een paar modules terug, of ik denk een paar video's terug, en dan ga je zien hoe ik eigenlijk gewoon een beetje meer interesses kies. En waarom dat handig is, omdat jij dan net iets sluwer, alleen niet sluwer, nee, gewoon ja, omdat vaak gewoon de meeste mensen dat gewoon niet doen. Dus jij bent dan de primeur daarvan in je product. En dat gaat dan misschien betekenen dat je dan veel meer uit die interesses gaat halen, veel meer data gaat hebben. En zo gewoon op lange termijn, als je dan gaat manual bidding en zo gaat doen, dat je één en vooral gewoon de concurrentie eerst wegkrijgt door je bid heel hoog te zetten. Nadien als dat gebeurd is, you go low, hè? De bid helemaal laag, zodat de cijfers omhoog gaan. So that's basically that. Ik ga nu op publiceren, die lopen allemaal voor morgen. Dus wat is er nu feitelijk gebeurd? Die nieuwe campagne met die nieuwe video is aan. Die gaat morgen lopen, zoals je ziet, video 3. Dat is de video dus die we nu aan het testen zijn. Nogmaals, al de tekst en zo, de linken, dit en dat, allemaal is hetzelfde. Het enige verschil, maar echt enige, want het enigste bestaat niet. Think about that. Enige verschil is de video zelf. En daar gaan we gewoon zien van natuurlijk welke van de twee er beter werkt. Dus video 1 heeft fase 2 niet gehaald van testen. Video 2 wel, die is door naar de volgende ronde. Nu zijn die tegen elkaar aan het competen. Ik denk dat video 3 gaat winnen, want mijn videomaker is echt wel cool en good. Dus ik denk dat die meer kliks en hogere CTR en zo gaat krijgen. Natuurlijk, numbers don't lie, dus we moeten het gewoon afwachten. Identiek hetzelfde proces. Laat die lopen tot uw marge. En see what happens. En lees dan de data, speel daar dan op in. En so on, en so on. Dus dit was het voor vandaag. Verder dan vandaag ga ik niks anders doen. We hebben flink gewerkt. een kwartiertje, 20 minuten. Maar flink gewerkt. En ja, ik ga jullie natuurlijk meenemen als het de vijfde is. Nogmaals, zoals je boy Ivan, laat me weten als deze zo beknopt er en zo iets beter was of iets leuker. Ik denk uiteindelijk dat het niet zo beknopt was, want ik blijf praten. Ik spreek graag, praat graag, ik spreek graag. Eén van de twee. Maar you know, dat is gewoon maar... om weer aan te tonen, I'm just being me, I'm just being myself. Ik probeer iets goed te doen, so please give me feedback en dan weet ik hoe ik daarop moet inspelen in de toekomst en zo. Ook was ik aan het nadenken om video's te maken over CBO, hoe je test met CBO, hoe je opschaalt met CBO en dit en dat. Ik heb de code zelf nog niet helemaal gekraakt. Ik werk daarvoor nog steeds 1-op-1 met een mentor, waarin ik recentelijk heb geïnvesteerd. Ja, ook ik gebruik, allee, werk nog steeds met mijn mentors, want ik geloof dat je nooit genoeg kan weten, je kan nooit te veel weten, je kan nooit alles weten. So keep on learning, guys. Ook al zit je op een bepaald niveau. So please, 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 zeker niet vergeten. En als jullie daarop video's ook willen, laat me dat ook gewoon weten even in de comments. Want ik ben er nu aan uit dat het echt wel op YouTube komt. En dan ga ik zien wat ik kan doen, aangezien ik daar nu ook wel consistent heel goede resultaten mee haal. Nu, in het begin verlies ik toch wel wat geld. Hè? 100, 200, 300 euro is al gebeurd. Maar dan recupereer ik dat allemaal nadien.
Maar ja, goed, daar moet je gewoon mij op laten weten. Nu, ik ben ook gewoon aan het denken van of ik deze puur ABO wil doen, dus Adset Budget, Adset Budget Optimization, zodat ik gewoon structuur hou van ABO en dan CBO. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Ik ga gewoon een beetje ook, als ik ga opschalen met CBO en zo, dat allemaal mengen met elkaar, zodat jullie een beetje een goede understanding hebben en verschillende variabelen. Kan je ook tonen hoe ik opschaal in mijn advertentieset zelf of met advertentieset. Zo hebben jullie een beetje van de twee, wat natuurlijk super goed is. So yeah, that's your boy Ivan weer and see you tomorrow. Sorry, ik ben vrolijk vandaag. Ping.